Nou, die vrouw kwam bijna niet uit de woorden, de tranen stonden in de ogen en ze was echt pislink. Hey, een hele goede dag allemaal. Goed en tof dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Het gaat vandaag over snoeien en hoe belangrijk het is om te communiceren met klanten. We staan hier in een super brede steeg. Dit is aan de Krugerlaan in Gouda. En de Krugerlaan aan die kant en de Joubert staat aan die kant. En die hebben we in het midden hier deze enorme steeg. Die is zelfs breed genoeg om met de bus en de aanhang in te kunnen. De bus zit er een knik in en wat paaltjes, dus dat durfde ik niet helemaal achteruit. Maar misschien straks wel om de kar weer op te halen. Ik ga vandaag een kleine esdoorn snoeien. Het is heel erg belangrijk om met klanten te overleggen waarom ze gesnoeid willen hebben. Vinden ze de boom te groot worden? Klagen de buren? Is er een andere reden? Zitten ze in de schaduw? Wat willen ze met de snoei bereiken? Nou, we hebben hier de aanhanger staan in de steeg. Dat is eigenlijk gewoon een hele grote kruiwagen op dit moment. Het is geen hele grote boom. We gaan straks even kijken. Maar in plaats van steeds op en neer lopen of met de versnipperaar en de container, heb ik nu de aanhanger erheen geduwd. Daar kunnen alle takken in één keer op. Dan duw ik de aanhanger naar voren. Hoef ik maar zeg maar één keer te lopen. We gaan even kijken bij de klant. Dit is de boom. Dit is een esdoorn met een stamdiameter van ongeveer 15 centimeter. Maar ze zijn hier recent komen wonen en ze vinden gewoon de boom veel te groot worden. Hiernaast nog een steeneik. Daar halen we ook nog even wat vanaf. Ik ga de boom inklimmen, gebruik er heel simpel materiaal voor. Uiteraard de klimgordel, flipline, handschoentjes. Ik neem even een keertje de Grigri mee. Daar heb ik een hele lange tijd niet mee geklommen. Dus deze enkele lijns is eigenlijk voor dubbele lijns het meest makkelijk. Maar enkele lijns gaat ook. Ik heb de motorzaag hier wel bij staan, maar ik denk niet dat ik die ga gebruiken. De ladder die hier staat, die is van de klant. Dat is gewoon een grote keukentrap. Of klustrap, hoe je het wil noemen. Die gebruik ik niet om van te snoeien, maar even in de boom te komen. Dat is wel zo makkelijk. De klant heeft hier aangegeven dat ze vooral de hoogte een probleem vinden. Kijk, je kunt natuurlijk discussiëren met de klant. Van, ja, wat is goed voor de boom? Maar ik vind een oplossing als halveren van de boom vind ik beter dan het verwijderen van de boom. Ook al weet ik dat het niet per se goed is voor de boom. Een boom halveren betekent eigenlijk op termijn dat de boom toch weggaat. De meeste mensen vinden het in deze tijd toch best wel zonde om een boom weg te halen. En die kiezen dan voor de oplossing om te halveren. Dat is hier al een keer gebeurd, dus ik ga hem gewoon snoeien op oude snoeiwonden en aan de rondom een klein beetje innemen. Ik probeer de takken hier op het gezond te laten landen en die gaan we straks afvoeren. Ik neem jullie niet mee over hoe het snoeien nu gaat, want daar gaat deze video niet over. Ik laat jullie wel het resultaat straks zien. Zo, de klus is klaar. We hebben de esdoorn behoorlijk ingekort. Dit is hoe die op dit moment bij staat. Er zit nog voldoende blad aan, maar ik denk dat ik zeker maar een zeer groot gedeelte van het blad, hè, dat met fotosynthese voor onder andere voeding voor de boom zorgt, heb ik nu weggehaald. Dus dit is niet per se de juiste manier om te snoeien, maar wel een overleg met de klant. Hè. Het gaat om het goede contact met de buren, wat moet blijven. De buren hebben allemaal kleine spikes op de schutting neergezet. Ik zal het even laten zien, dan weet je een beetje waar ik het over heb. Kijk, ik zal het laten zien. En de klant heeft katten. Ja, die kunnen daar niet meer over de schutting heen. Nou, kijk, en op die manier krijg je bijvoorbeeld burenruzies. En dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Dus in overleg is ook aan de achterkant over de erfafscheiding alles weggehaald. Hoogte is ingenomen, natuurlijk rondom wat ingenomen. En op deze manier zal er weer gaan groeien. Ik heb hier ook nog de eik. En de zijkant staat in hoogte ingenomen. En niet in de breedte, omdat dat het zicht tegenhoudt. Dus op deze manier voldoe ik aan de wensen van de klant. Ik heb natuurlijk van tevoren aangevraagd. Ik kom ook wel eens bij klanten die zeggen, ja, mijn boom moet gesnoeid worden. En dan zeg ik, ja, maar waarom dan? Dan zeggen ze, ja, de buurman heeft dat gezegd. Of er is een expert langs geweest die heeft dat gezegd. Maar een boom heeft in beginsel, hè, als die niet ziek is of als er niks met de boom aan de hand is, heeft een boom in principe nooit snoei nodig. Maar ja, weet je, kijk, je zit hier in een klein tuintje, 5 meter breed. Zo'n esdoorn, die kan zo een kroonspiegel van een meter of 10, 15 halen. Ja, dat is gewoon zeer onwenselijk in deze tuin. Dus dit soort bomen moet je eigenlijk klein houden. De klant heeft hem best wel groot laten groeien voordat ze hem heeft laten snoeien. Dus deze grove snoei had eventueel voorkomen kunnen worden.
Ik ga nu naar een tuin hier in de buurt. Dat is ook aan de Krugelaan, maar een stukje verder. Daar heb ik een jaar of 5 geleden een taxus gesnoeid. En daar had ik wel overleg met de klant. Maar ben ik daarna voor de klant gaan denken. Ik denk dat ze dit nog beter gaat vinden als ik het zo doe. En dat pakt helemaal verkeerd uit. Dus daar gaan we nu nog even kijken. Ik heb de takken overigens hier in de tuin versnipperd. De andere optie was in de steeg. Maar dat is, heb je gezien, dat is allemaal asfalt. Ja, en waar laat je dan alle benden om weg te blazen? Nergens, dus dan moet je het goed opruimen. Kijk, nu kun je het gewoon het blad en houtsnippers wegblazen. Hier is de steeg. Alle snippers liggen op de kar. Het waren ongeveer 4 kleine containers. Dus ongeveer 500 liter, zeg maar een halve kuub aan snippers. Dat geeft ook al aan dat ik best wel wat heb weggehaald. Maar goed, dat is op zich niet erg. Ik heb de bladblazer even op de kar gelegd. Nu ga ik gewoon de kar helemaal naar voren duwen. En dan koppel ik hem daar aan de kar. Maar ik zie jullie straks bij die mevrouw. Ja, ik durf daar natuurlijk niet aan te bellen. Hey, welkom. We zijn nu een stukje verder aan de Krugelaan. We stonden net daar achter in die steeg. En nu zijn we een stukje opgeschoven. Ja, hier staat de beruchte taxus van Gouda. Waar ik echt een klant echt woest heb gekregen. Totaal niet mijn bedoeling geweest. Deze taxus stond een stuk hoger. Je ziet hoe de taxus eerst was gesnoeid geweest. Je ziet dat het is een meerstammige taxus. Die is een keer gesnoeid geweest. Ik denk ongeveer een meter boven de schutting. En daar zijn allemaal lange loten op komen te groeien. Ik denk van een meter of 4-5 lang. Maar dat zijn allemaal van hele buigzame loten. Dus de mensen hier hadden gevraagd voor te snoeien. Dus ik gaf een potentiële snoeilijn op. Die moet natuurlijk ook in geklommen kunnen worden. Taxus is heel buigzaam, dus het is niet de bedoeling dat ik natuurlijk helemaal zo doorbuig dat ik naar beneden val. Dus er stond een best hoge lood op. En toen gaf de mevrouw aan, ja, er moet een over een meter vanaf. Maar ik dacht, een meter? Dat is natuurlijk helemaal niet handig. En dan staan we hier over 2 jaar weer. Dus de klant had duidelijk gemaakt waarom ze dat wilde. Ze zei, ja, we hebben hier aan de achterkant die huizen hier. Vanuit mijn eigen huis heb ik daar last van. Ik wil daar niet tegen aankijken, ik wil tegen deze boom aankijken. Maar daar dacht ik niet bij na. Ik dacht, joh, het is veel belangrijker dat we er geen 1 meter van afhalen, maar dat we er wel 3 meter van afhalen. Ja, zodat ik hier niet volgend jaar weer hoef te staan of over 2 jaar, maar pas over 5 jaar of over 10 jaar. En je ziet, ik denk dat dit een jaar of 4-5 geleden is. En dat groeit natuurlijk als kool gewoon terug. Hè? En je ziet het super, super dicht. Ik had dus wel degelijk overleg gehad met de klant, maar ik ging daarna gewoon mijn eigen weg. Ik ging zelf nadenken voor de klant van ja, wat zou die dan willen, wat zou handig zijn. En mijn redenering was, het is beter als ik er meer van afhaal, zodat de klant meer waar voor haar geld krijgt. Maar dat wilde de klant helemaal niet. De klant wilde gewoon dat grote bedrag, ik geloof iets van 300-400 euro, dat wilde ze gewoon betalen om die meter eraf te halen. Ik dacht er niet bij na, je moet luisteren naar de klant. Wat gebeurde er? Ik ging lekker werken. En op een gegeven moment, ik begin natuurlijk op een bepaalde snoeilijn. En ik keek af en toe naar mijn vrouw, die zat binnen. Ja, en die zag ik niet reageren. Ik dacht, nou, het zal goed zijn. Het is altijd belangrijk om ook tijdens het werk gewoon overleg te hebben met de klant. Is dit de lijn die we ongeveer moeten aanhouden? Moet het minder? Moet het meer? Dan kun je nog dingen aanpassen. Ze zeggen wel eens, even deze boom bijsnoeien. Dat betekent natuurlijk niet dat je de takken bijsnoeit. Net als bij je kapper, dan zeg je even bijknippen. Dan word je haar niet langer van. Toen ik klaar was, we hadden hier alles in de steeg neergelegd, waren alles aan het versnipperen, waren klaar, toen ging ik naar de klant. En ik was natuurlijk super tevreden over het werk, want het zag er redelijk mooi uit. Niet super, maar ik wist dat het weer ging dichtgroeien en dat het weer een mooie taxus zou worden. Lekker mooie die donkergroene kleur. Je ziet ook die besjes die eraan zitten. Maar dat wilde die klant helemaal niet. Dus ik kwam bij die klant, was daarvoor bij het huis. En die stond bijna te janken, ze was woest. Ze was witheet. Ongekend. En ik dacht, ja, hallo, ik heb meer gedaan dan je vroeg. Dus je zou super blij moeten zijn. Dus dat botste enorm. Nou, die vrouw kwam bijna niet uit de woorden. De tranen stonden in de ogen. En ze was echt pislink. Ik had dat werk uitgevoerd voor een andere hovenier. Dus ja, ik moest het natuurlijk oplossen. Dus ik heb volgens mij de helft van het factuurbedrag maar hoeven te rekenen. Maar de klant die had veel liever het gewone factuurbedrag betaald. En dat er maar een metertje vanaf was. Ja, dus daarom is het super belangrijk overleg van tevoren, wat de wensen zijn van de klant, waarom ze dat willen. Daarna kun je nog aangeven wat wel niet goed voor de boom is of wat jouw eigen visie daarop is. En dan kom je tot een compromis of je luistert gewoon naar de klant en zo ga je het uitvoeren. Dat is namelijk wat je overeengekomen bent en dat is ook wat de klant van je verwacht. Ja, dus dat je een bepaald bedrag factureert en dat het werk op de manier wordt uitgevoerd die je hebt overlegd met de klant. Ja? Ik had hier dat dus niet gedaan. Ik ging voor mezelf denken en kwam daardoor in grote problemen. Dus als je gaat snoeien, altijd goed overleg hebben met de klant.
Het lijkt me duidelijk dat ik niet even bij de klant durf aan te bellen om te vragen hoe het er nu voor staat. Je ziet wel hè, dat de snoeilijn die ik heb aangehouden, ik denk dat er nu ongeveer een meter op is gegroeid. Nou, op zich voor een taxistruik is dat prima. Hij staat er goed bij, schat ik zo in. Ik denk alleen niet dat ze mij de volgende keer weer vragen om het werk uit te voeren. Maar goed, het is wel een goede les voor mij geweest en ik heb daar veel van geleerd. Bij klussen daarna, dus in de afgelopen jaren, heb ik altijd goed overleg gehad met de klant. De S-doorn die ik net heb gedaan, natuurlijk ook goed overleg gehad met de klant waarom ze die gesnoeid wilden hebben. We hebben ongeveer echt wel, nou zeker een derde tot de helft ingenomen. Dus dat is natuurlijk te veel. De klant wilde eigenlijk nog iets verder gaan, maar... Ik denk dat ze op deze manier gewoon een leuk klein boompje in hun tuin hebben staan. Hij staat ook aan de goede kant, omdat daar de zon schijnt, valt de schaduw over haar eigen tuin en niet bij de buren. Dus dat is super. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken natuurlijk naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan even die duim omhoog. En vertel zelf ook even ervaringen, wat jij hebt met snoeien of klanten die totaal niet tevreden zijn over je werk. En hoe komt dat? En had dat voorkomen kunnen worden? Want daar ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Hey, nogmaals hartelijk bedankt voor het kijken en we zien elkaar de volgende keer weer. Tot ziens!